BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers. Twitter, Facebook, Instagram, social media. Ze liggen onder vuur omdat ze sleutelen aan wat de gebruikers te zien krijgen. Maarten Bouwhuis. Instagram heeft zijn keutel alweer ingetrokken na de felle kritiek van gebruikers. De foto's blijven voorlopig chronologisch in de tijdlijn staan. Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een evenement van Social Media Club in Utrecht. BNR Gangmakers komt vandaag uit Utrecht. Algoritmes, commercie rukken op in onze timelines op Twitter, Facebook, Instagram en andere social media. Wat zijn de gevolgen van deze trend en wat betekent het voor adverteerders? De eerste stelling in Gangmakers is dan ook: door de commerciële uitingen op de timeline is de lol er wel een beetje af. Door de commerciële uitingen op de timeline is de lol eraf. Ik stel het panel aan u voor en vraag direct aan hen: bent u het eens of oneens met de stelling? Helen van den Dungen, auteur van het boekje In Beeld met Pinterest in 60 minuten. Helen? Ik ben het er mee eens. Mee eens. De lol is er wel een beetje... ik ben het er niet mee eens. Oneens. De lol is er niet af. Ja. Oké. Okay. Misha Koster, mediapsycholoog. Oneens. Oneens. Patrick Petersen, mediamarketeer. Oneens. Oneens. Erik van Hal, oprichter MediaWeb en Copy Robin. Ik zou bijna zeggen eens, omdat iedereen het oneens is. Maar ik had ook oneens ingevuld. Juist, oneens. Precies. Dus door de commerciële uiting op de timeline is de lol wel een beetje af. Dat vindt eigenlijk niemand. Nee. Nee, ik niet. En de gasten hier bij Seeds to Meet in Utrecht, reageer via de interruptiemicrofoon. En natuurlijk, onze luisteraars, tweet mee met de hashtag BNR. Erik van Hal, dan begin ik toch bij jou. Waarom is de lol er niet af? Waarom blijft het leuk ondanks die groei aan commerciële uitingen? Nou, omdat ik vind dat met name Facebook erg zijn best doet om dat in toom te houden. En als gebruiker merk ik gewoon dat ik zelf Facebook ook nog steeds erg leuk vind. En je ziet het ook aan de tijd die mensen doorbrengen op Facebook. Dus eigenlijk is het een beetje een zelfreinigend systeem. Hè? Dus als mensen heel erg veel commercie erin gooien, ja, dan worden ze steeds meer gemeden. En dat vind ik eigenlijk wel goed aan het algemeen. Ja, maar dat betekent dat de adverteerder die commercie erin gooit, die wordt gemeden. Dat begrijp ik. Maar het gaat natuurlijk om de totale verzameling aan adverteerders die denken, we moeten vol op social media, waardoor uiteindelijk mijn timeline wel steeds voller komt met commerciële content. Ja, dus je zal steeds beter moeten zijn. En denk ook steeds gerichter. Dus dat je echt je eigen volgers vindt. En dat mensen echt geïnteresseerd zijn. Het heeft helemaal geen zin om in de timeline van iemand te gaan zitten die je toch niet interessant vindt. Dat is nou het mooie van social media. Is dat je heel gericht mensen kan bereiken. En mensen die ook echt interesse hebben in jou, in wat je te bieden hebt. Ja, ook als adverteerder en commerciële partij. Zeker. En dan wil ik dat ook als volger. Ja, absoluut. Ja. Helen van den Dungen. Ja, ik denk bijvoorbeeld op een platform als Pinterest. Ja, want jij hebt een boekje geschreven over Pinterest. Dus je helpt mensen in hoe Pinterest te gebruiken. Hoe werkt het daar? Nou, Pinterest die maakt ook gebruik van een smart feed. Dus die algoritmewijziging van Instagram, dat hebben zij al doorgevoerd. Wat je ziet, je komt als Pinterest gebruiker omdat je op je interessegebied zit. Je pint je interest. En dan volg ik de merken die ik interessant vind. Dus commercie van die merken. Dat vind ik helemaal niet erg. Dus er is helemaal geen vieze relatie tussen commercie van de merken en de Pinterest-gebruiker? Nou, in principe niet. Je kiest zelf wie je volgt. Is dat daar anders dan bij bijvoorbeeld Facebook of Instagram? Nou, dat vind ik zo lastig te beantwoorden. Nou ja, ik kan me voorstellen, toen wij thuis een nieuwe badkamer uitzochten, zat mijn vrouw steeds op Pinterest ideetjes op te doen. En dan kom je heel snel bij commerciële partijen erachter. Maar dat is niet zo raar, want als ik daar een mooi meubel kan bestellen, ben ik blij. Precies, het zijn eigenlijk visuele bladwijzers. En op Facebook voelt het dat als ik weer heb gezocht op een vakantie, dat ze via mijn Facebook door proberen te duwen waar ik nou toch echt naartoe moet. Nou, ik kan me voorstellen, omdat dat is meer echt een social medium. En Pinterest is toch meer, het is ook wel een social medium, maar ook meer een zoekmachine en met name een grote inspiratiebron. Dat het daar minder storend is. Ja. Misha, zie je daar een verschil in? Nou, ik denk dat het ook heel erg afhangt van wat voor content die bedrijven erop zetten. Want we hebben het elke keer over commerciële content. Maar idealiter zouden die bedrijven natuurlijk content erop zetten waarmee ze eigenlijk een plekje verdienen in de aandacht, in de timeline van jou en mij. Daarnaast heb je ook natuurlijk nog een verschil tussen zeg maar de bedrijven die je volgt en waarvoor je dus zelf kiest. En de betaalde en zeg maar gesponsorde updates in de vorm van advertenties. Die wel dus getarget zijn op jou. En waar je eigenlijk niet zoveel over te zeggen hebt. Ja. Dan nog kan je zien, en dat hebben we vroeger online ook gezien met banners, dat er een soort banner blindness
ontstaat. En dat zodra er in je timeline iets staat waarbij sponsored staat, dat mensen er toch wel snel overheen scrollen. Ja, dus we zijn een soort opgevoed om met die commerciële uitingen, om die een soort van te blokken, om die niet te zien, maar we hebben ze wel nodig. Ja, dat denk ik wel. Tenzij het commerciële uitingen zijn of goede content van bedrijven die we willen volgen. En dat is ook het wisselgeld wat je betaalt om een systeem als Facebook natuurlijk gratis te mogen gebruiken. Ja. Patrick, hoe kijk je nou naar het spanningsveld? Want de stelling waar we mee begonnen, de lol is er misschien wel een klein beetje af door alle commerciële uitingen. Jullie zeggen allemaal van niet. Nee. Maar goed, jullie zijn ook adepten van social media. Kun je je voorstellen dat een gewone gebruiker dat gevoel heeft? Wat is een gewone gebruiker? Nou ja, iemand die... in ieder geval niet iemand die er zijn werk van heeft gemaakt zoals jullie. Dus nou, de gemiddelde gebruiker. Ik denk dat we allemaal doorhebben dat ze adverteerders nodig hebben. Wat mijn collega's ook zeggen is dat je goed kan targeten in principe met advertenties. Ik denk wel dat Facebook en Twitter moeten helpen die adverteerders veel beter te targeten. Dus de uiting moet wel heel relevant worden. En dan is ook de irritatiegrens vrij laag. En daarnaast, als je kijkt naar het principe van reclame, als het irriteert, valt het op, werkt het ook goed. En ik denk dat heel veel Nederlanders gewoon niet willen betalen voor Facebook of Twitter. Dus het gewoon toestaan, ja. Geen probleem. Dat is interessant. Erik, er komt al een tweet binnen op hashtag BNR. Iemand die zegt, hoe denkt het panel over non-profit advertising? He, dus je zou nog een verschil kunnen maken over relevante content in mijn timeline tussen commerciële uitingen en non-profit uitingen. Want die moeten net zo hard werken voor mijn aandacht. Ja, ik denk dat die net zo hard zullen moeten werken om goede content te leveren die relevant is. En dan zullen mensen dat gewoon graag willen volgen. Kijk, en wat je net aangaf over dat wij hier als panel social media mensen zijn. Kijk, marketeers zijn de grootste reclamevermijders die er zijn. Marketeers zijn de grootste reclamevermijders. Ja. En marketers ruin everything. Je hebt geen tv thuis. Nee, ik vermijd echt verschrikkelijk veel reclame. Ik dwing mezelf om naar te kijken. Maar ja, op social media. Maar je kunt toch als social media guru niet heel actief zijn, niet heel actief zijn op social media? Ik ben verschrikkelijk actief op social media. En ik vind ook wat ik doe geen reclame. Ik vind dat ik waarde toevoeg. Ja. Is er iemand in de zaal die daar mogelijk op wil reageren? Gaat er al een hand omhoog aan deze kant? Om mee te doen in dit gesprek? Op dit moment nog niet. Dat komt vast vanzelf. We waren bij het aspect, Erik, dat je zegt, ja, je moet heel actief zijn op social media. Je bent heel actief. En ik wil naar die pijn van die stelling die zegt, ja jongens, hoe lang blijft het dan nog leuk? Met de commerciële uitingen en met partijen als Facebook en Twitter die zo extreem gewaardeerd zijn op de beurs in Amerika dat ze ergens hun geld zullen moeten gaan verdienen. Ja, ik las van de week dat een gemiddelde gebruiker $9 per jaar waard is. En er zijn 1,4 miljard gebruikers op Facebook dan. Reken het uit, ik weet het niet, maar de waardering van Facebook, daar zit volgens mij al een beetje spanning tussen. En nou ben ik daar niet zo heel erg in thuis in dat soort financiële cijfers, maar ja, je voelt natuurlijk wel aan dat het uit de hand zou kunnen gaan lopen. Ja, maar Misha, zie je nou in het gedrag van de gebruikers niet dat er gebruikers zich afkeren, dat de mensen zeggen, ik stop met Facebook, want het wordt maar te commercieel? De redenen die ik tot nu toe altijd heb gehoord waarom mensen stoppen met Facebook, die hebben meer te maken met privacy en de manier waarop Facebook hun leven reguleert. Wat ik daarbij gehoord heb, zijn dat over het algemeen meer sociale overwegingen dan commerciële overwegingen. Dat ze dus, zeg maar, de advertenties ziek zijn. Je ziet ook dat gebruikers eraan wennen. Ik weet nog toen Instagram voor het eerst begon met gesponsorde updates of gesponsorde foto's, dat ik me er ziek aan irriteerde. Dat ik dacht, hè, moet dat nou hier ook al? Dit was mijn plekje, weet je wel. Inmiddels scroll ik er voorbij. Het enige wat ik dan niet zo goed vind is dat ik dezelfde advertentie om de halve dag ongeveer terug zie komen. Dan denk ik van ja, als ik er nou nog niet op geklikt heb, dan kan je misschien wel je voorstellen dat ik er misschien geen interesse in heb. Dus de conclusie is, als je 5 jaar geleden de huidige commercie in je timeline zou hebben, zou je heel chagrijnig worden. Maar ze hebben ons een beetje laten wennen. Patrick. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit is een privacy issue geweest, wat Misha Koster ook zegt, is dat in advertenties werden natuurlijk gegevens van ons gebruikt. Daar hebben we voor getekend. Vorig jaar is er een aanpassing geweest in de algemene voorwaarden. Ja, die heeft wel even wat losgemaakt, maar je ziet inderdaad dat mensen wennen en dat ze toch denken van, weet je wat, die advertenties die moeten voorbij komen, want dan blijft het voor ons gratis. Ik denk dat de issue inderdaad is, wordt er misbruik gemaakt van onze gegevens, onze big data, ons gedrag. En het andere punt is, worden misschien de andere gebruikers van Facebook niet irritant? Ik denk dat we ons daar vaker aan irriteren dan aan advertenties die inderdaad waarde leveren en relevanter zijn daarnaast. Ja. Helene, hoe ga je eigenlijk door het leven als Pinterest addict? Moet ik dat zo zien? Je bent verslaafd. Hoe gaat dat eigenlijk? Zit je dan een uur per dag op of twee? Of de hele dag op je telefoon? Hoe werkt dat? Nou, niet de hele dag op mijn telefoon. Maar ik besteed s'avonds besteed ik er wel eventjes wat aandacht aan. Ik vind het gewoon leuk. En is dat anders? Heb je ook de andere social media, Twitter, Facebook, Instagram? Wat is voor jou het verschil?
Ik vind dat Pinterest-gebruikers, die gebruiken het platform ook echt om hun een beetje een toekomstvorm te geven. Hè, wat zou je willen hebben in de toekomst? Hoe richt ik mijn slaapkamer in? Twitter zit volgens mij gewoon echt heel erg op het nu. En Facebook bijna meer op het verleden, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Dat is eigenlijk het verschil. Zegt nog iemand op Twitter, want we volgen natuurlijk de social media in deze uitzending. Dat kan niet anders. Volgens mij is je moeder op Facebook als vriend erger dan Coca-Cola in je timeline. Ja, nee. Is dat feitelijk, Erik, wat er gebeurt? We zijn gewend aan de advertenties, maar mijn moeder wil ik nog steeds niet hebben. Ja, dat hangt heel erg van je leeftijd af. Dat is echt iets voor een tiener. Ik vind het helemaal niet erg als mijn moeder in mijn timeline zou zitten. Nee, kijk, het gaat gewoon om adverteerders moeten gewoon goede advertenties maken die mensen graag willen zien. En dan werkt het. Maar ze maken gewoon ongelooflijk veel shit. Daar. Prachtig, want daar praten we straks over door. Hoe kom je bovendrijven tussen de schreeuwers op social media? BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. We praten hier bij de Social Media Club Utrecht over de toekomst van social media. Nou, er wordt fanatiek meegetwitterd. Blijf dat doen met de hashtag BNR, dan neem ik dat mee in de uitzending. Hoe zien die platformen, die social media, er over 5 jaar uit? En hoe bepaal je als adverteerder op welk platform je dan wil opvallen? En natuurlijk op welke manier? We praten verder over de stelling. Adverteerders moeten steeds harder schreeuwen om op te vallen op social media. Ben je het eens of oneens met de stelling? Helene van den Dungen, auteur van het boekje In beeld met Pinterest in 60 minuten. Ik ben het daarmee oneens. Oneens. Erik van Hal, Copy Robin. Eens of oneens? Oneens. Oneens. Misha Koster, mediapsycholoog? Eens. Eens. Patrick Petersen van Atmost? Goeie vraag, maar oneens. Oneens. Misha, begin ik bij jou. Je bent het ermee eens? Ja. Ze moeten steeds harder schreeuwen. Waarom? Ja, ik denk wel dat je steeds andere manieren moet zien te vinden om in de aandacht van de gebruiker te komen. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat je verstaat onder harder schreeuwen. Dat kan zijn door meer advertentiebudgetten tegenaan te gooien. Nou, daar ben ik niet echt een voorstander van. Maar als je zegt harder schreeuwen betekent met leukere content komen, met betere content komen, met content komen die nog nooit ergens gezien is, en op die manier zeg maar jezelf onderscheiden, zo heb ik hem in ieder geval opgevat, dan ben ik het er zeker mee eens. Ja, maar dat is een soort positieve vertaling van harder schreeuwen? Ja. Zie je dat interessant? Erik, jij zegt ik ben het ermee oneens. Ze hoeven niet harder te schreeuwen. Nee, ze moeten gewoon harder werken. Wat is dat dan, harder werken? Gewoon ik kom een beetje in vallen en herhalingen. Maar ze moeten wat fantasierijker zijn. En dat zei Michel net natuurlijk ook. En ze moeten zich echt goed verplaatsen in wie er aan die andere kant zit. Want ze zitten er gewoon zoveel dichterop dan op een billboard langs de snelweg. Of een tv-commercial. Je komt op een feestje waar je niet bent uitgenodigd. En als je daar alleen maar over... Ja, als je daar gaat gedragen als iemand die MML marketing, of hoe noem je dat, multilevel marketing scheme doet, dan is iedereen je zo zat. Oh jee, vaktermen, multilevel marketing. Ja. Laten we het proberen concreet of tastbaar te maken. Er zijn dus adverteerders die op een feestje komen, lees in mijn timeline, die daar niet horen. Dat gebeurt. Of die zich niet gedragen zoals je op dat feestje zou moeten gedragen. Kun je dan een voorbeeld geven wat diegene dan op mijn timeline, hoe die zich gedraagt, wat niet bij mij past? Door alleen maar te zeggen, alleen maar te willen krijgen en niet te geven. En je moet beginnen met geven. Je moet beginnen met waarde te geven. Maar wat wil die dan krijgen? Mijn geld voor een product. Ja. Ja, ja, maar ik ben een fanatieke wielrenner. Dus ik krijg heel veel van die wielren voorgestelde berichten. En daar zitten ook bedrijven binnen tussen die gewoon hun advertenties van het najaarseizoen of van het winterseizoen nu aan het pluggen zijn via Facebook. Dat is ook iets krijgen, maar wat is daar dan mis mee als ik toch nog iets in de aanbieding wil kopen? Nou, als je een advertentie eigenlijk die op een billboard stond of ergens in een tijdschrift gewoon alleen maar op Facebook zet, dan heb je het echt niet meer begrepen hoe het werkt natuurlijk. Want die social media, het woord zegt het al, het gaat erom dat je een soort conversatie aangaat met die mensen. En je moet dus eigenlijk weer beter proberen om een conversatie te beginnen, een conversatie te starten, als vorm van adverteren. Dus je kan wel heel veel tijdruimte kopen, en in de tijdlijn dus veel bereik kopen. Als het je lukt om dan een conversatie te starten in plaats van alleen maar iets te willen zenden, ja, dan maak je veel meer kans. Ja, oké, maar dat is het. Sorry, ja? Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Misha? Ik denk dat het wel degelijk ook kan dat je gewoon een flink advertentiebudget er tegenaan gooit. En op die manier zeg maar meer views creëert. Op het moment als je maar waarde toevoegt. En ik denk niet dat een conversatie een doel moet zijn. En dat je op die manier dat de enige manier is om waarde toe te voegen. Ik denk dat als jij een rete goede aanbieding hebt, die mensen gewoon geld bespaart,
dan kan je daar best wel heel veel waarde mee toevoegen. Als je kijkt in de wetenschap bijvoorbeeld wat content viraal maakt, dan is praktisch nut. En vertaald is dat gewoon economische waarde. Dat is een van de factoren waardoor dus content viraal wordt. En waardoor mensen dingen gaan delen. Omdat er gewoon geld in het voordeel is. Dan ga ik even naar Helene van der Dungen. Want jij zit heel erg op Pinterest, maar ook andere social media actief. Pinterest is veel meer een commercieel platform waar mensen zitten om te kopen. Ja, dat klopt. Sterker nog, in Amerika zijn er ook momenteel pins met een buy-it knop. Dus dan kun je direct vanaf het platform een product aanschaffen. Dus ja, het wordt daarmee eigenlijk gewoon een soort online winkel. Ja, nou is de stelling, adverteerders moeten steeds harder schreeuwen om op te vallen op social media. Hoe zie je dat op Pinterest? Ik denk dat je ook, het geldt wat de heren naast mij ook hebben gezegd. Toch waarde toevoegen. En regelmatig relevante content delen. En dan hoef je wat mij betreft hier niet te overschreeuwen. Ja, wat jullie alle drie doen is praten in, laten we zeggen, het idee hoe het zou moeten. Als je een adverteerder zou adviseren, zou je hem dit adviseren. Mm-hmm. Wat is de huidige status? Zie je geschreeuw? Ik vind op Pinterest niet. Nee. Nee. En andere social media? Erik? Nou, het wordt echt behoorlijk effectief weggefilterd op Facebook inmiddels. Ja. Als ik gewoon naar mijn eigen tijdlijn kijk. Maar je ziet wel dat adverteerders toch vaak nog gebrek aan fantasie hebben om in die leefwereld te treden. Ze gaan nog heel erg van zichzelf uit. En heel erg vertalen nog eigenlijk oude principes naar iets nieuws wat ze nog niet helemaal snappen. Patrick, zie je geschil? Nee, valt mee. Dus het geschil is natuurlijk heel subjectief. Ja. Als het gewenst is, is het geen geschil. Dan is het gewoon relevante aanbieding. Wat is gewenst geschil? Nou, als het heel relevant is. Als ik op Twitter in dialoog ben over de laatste album van Beyoncé. En ik krijg van Ziggo Dome krijg ik een aanbieding van, joh, er zijn nog 100 kaarten van Beyoncé, vak C, tweede verdieping. Dan vind ik het heel relevant. Ja. En als dat 6 keer voorbij komt en ik denk 60 keer, weet je wat, ik klik op die buy-button of ik koop toch de tickets. Dan is het heel gewenst daarnaast. Dus het is vrij subjectief. Ik denk wel. Het is natuurlijk wel heel algemeen. We moeten waarde leveren. Ook adverteerders moeten waarde leveren. Dus ook wel heel breed. Ik denk dat daar wel een definitiekwestie in zit daarnaast. Voor het, als je hard moet schreeuwen, dan blijkbaar is je inhoud niet goed genoeg. Val je niet goed op. Dus we moeten wat meer opvallen met creatieve, leuke inhoud. En we moeten ontdekt worden. Het schreeuwen moet ontdekt worden daarnaast. Ja, maar wat nou zo lastig is dat misschien iedereen wel zo grappig wil zijn als Coolblue. Met zijn Sinterklaas stunt en nu zijn mogelijke 1 april stunt met de mini distributiecentra. Nou, we zullen het zien of het wel of niet een 1 april grap is morgen. Ja. Misha, maar niet iedereen kan zo grappig zijn. Nee, en daarnaast heeft Coolblue natuurlijk al een vast aantal volgers, wat heel hoog is. Dus dan hoef je op zich ook niet meer zo heel erg veel te doen dan een beetje grappig te zijn. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld dat Facebook-algoritme die content in de tijdlijn van andere mensen gaat plaatsen. Als jij een heel klein merk bent en je hebt nog haast geen volgers, ja, dan rest je toch niks anders dan er gewoon flink advertentiebudget tegenaan te gooien. En op die manier te testen of jouw content opgepikt wordt, zodat je die kritieke massa kan bereiken. En dat is niet schreeuwen, veel advertentiebudgetten tegenaan gooien. Wel, Patrick? Nee, je hebt zoiets moois als de customer journey. Je hebt verschillende fasen natuurlijk. De klantreis. De klantreis inderdaad, daarnaast. Kijk, Coolblue, ik ken Pieter. We zijn dezelfde plek begonnen in Rotterdam. Hij is net iets verder gekomen dan ik zelf. Maar heb jij dat? Qua locatie daarnaast. Ja. We allebei waren wel grappig. Dat hadden we dan wel overeenkomstig. Ja. Maar kijk, Coolblue. Hij zegt dat ook in interviews. Hij herkent dat ook. Ga door. Ja. Dat is wel. Nee, kijk, Coolblue moest aan het begin, toen ze niet bekend waren, moest je wel zeker schreeuwen. Als niemand je kent, moet je aan het begin heel klein beetje schreeuwen. Je hebt toch naast bekendheid nodig. Ja. Het is het principe van marketing. Maar daarna, als je 10, 15 jaar lang moet blijven schreeuwen, dan gaat er iets niet goed. Je moet toch ontdekt worden qua waarde en meerwaarde. Dus het ligt een beetje aan de fase waar je in zit. Ja, ik begrijp het. Misha, ik heb nog een ander probleem. En dat heeft wel relatie met het schreeuwen en de manier waarop die adverteerders zich opstellen in mijn social media timeline. Namelijk, ik noem dat maar de tunnel. De tunnel van mijn interesses, waarvan de algoritmes weten dat mijn interesses zijn. Mm-hmm. In mijn geval, wintersport, fietsen. Hè, ik maak het maar even persoonlijk, een aantal andere dingen. Mm-hmm. Eigenlijk niet zoveel aantal andere dingen. Eigenlijk zijn deze twee zo dominant geworden dat het zichzelf versterkt. Ja. Doordat ik veel relevante content lees over wielrennen, zeker wat er nu in België is gebeurd met de overleden renners, dat klik ik allemaal aan. Mm-hmm. En dan krijg ik alleen maar meer. Maar wie zegt dat er niet allerlei content is die ook voor mij interessant is, maar de algoritmes kunnen mij daarin allang niet meer vinden? Nou, absoluut. De algoritmes kunnen niet vinden. Ik denk dat dat een volgende stap van de algoritmes is.
Dus ik denk niet dat die algoritmes verkeerd zijn, maar ik denk dat die algoritmes veel beter moeten leren wat jouw belevingswereld is en welke aangrenzende interessegebieden je dan ook zou kunnen hebben. Want wat je zegt klopt, door dit soort leersystemen is de toevalligheid van zeg maar het ontdekken van iets nieuws, dat wordt een beetje weggedrukt als het ware. Maar zijn de slimme jongetjes in Silicon Valley nog niet zo ver dat ze een algoritme hebben ontwikkeld waardoor ik af en toe berichten krijg die heel erg buiten mijn tunnel liggen, maar waarvan ze denken, zou misschien toch ook interessant kunnen zijn? Ik denk dat die algoritmes er al zijn. Die algoritmes bestaan natuurlijk sowieso op persoonsniveau. Als je naar LinkedIn kijkt, dan krijg je te horen wie jou misschien nog meer zou kunnen kennen op basis van mensen die je al kent. Je krijgt voorgestelde content. Je krijgt bij Instagram krijg je voorgestelde content. Dat is allemaal op basis natuurlijk van wat je al hebt gedaan en wat je hebt geliked. Dus ik denk dat het er wel is. Maar het zou wel nog iets breder kunnen. Ja. Iets meer uitgeweid zeg maar in jouw belevingswereld. Helen, hoe kijk jij daarnaar? Naar die tunnel? Ik haal hem dan toch voor je heel eventjes naar het Pinterest. Kijk, daar zit je op je interessegebieden. En die klik je, als je een account opent, dan ga je al beginnen om die aan te klikken. Dus waar ben jij in geïnteresseerd? Dus ja, dan ontstaat de tunnel in principe vanzelf. Ja, maar dan kun je die niet meer wijzigen. Ja, dat kan wel, maar je doet het niet in de praktijk. Dat is het gekke. Ja, goed. Nou. Jongens, ik ga even naar de zaal. Wie praat er mee in onze uitzending hier van BNR Gangmakers? Uiteraard aan die kant, Paul. Snel de microfoon naar de eerste rij. Met wie hebben wij het genoegen? Irene Marmelstein, Irene Marmel. Dag Irene. Hi, met een A. Ja, heel goed. Ik weet niet precies de auteur, maar ik las gisteren of eergisteren over latente behoeften, zeg maar voor de bewustwordingsfase van het probleem in de customer journey. En ik denk dat we daarmee misschien een punt hebben om daarop in te spelen. Ja, dat is fascinerend. Het probleem voor het probleem. Dat is wat Steve Jobs zo goed kon. Die hele iPhone is een latente behoefte. De hele mobiele telefoon was een latente behoefte. Ja. Laten we wel wezen. Dus het probleem voor het probleem, Erik. Gaan social media zich zo ontwikkelen dat we op de een of andere manier al weten wat mijn problemen in de toekomst zijn, waardoor ze zich daarop gaan voorsorteren in mijn timeline? Ja, ik heb echt geen glazen bol, maar kijk, wat je wel ziet is dat artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, een enorme rol begint te spelen. En daar zit het dus, ik weet ook dat ze wel experimenteren met die toevalligheid, dus dat ze dingen erin gooien die eigenlijk helemaal niet zouden kunnen. Je ziet het niet alleen overigens in social media, je ziet het ook in search, je ziet dat het bij Google ook gebeurt, hè, dat de zoekresultaten soms eigenlijk wat onlogisch zijn. En dat komt ook omdat ze met artificial intelligence er wordt mee geëxperimenteerd, maar waar dat over 3 jaar staat, who knows. Eerste rij, tweede interruptie. Ja. Ja, Maaike Gulden van de Marketing Factory. Als je gaat kijken naar die commerciële uitingen, ik denk dat het ook belangrijker is dat die gesprekken een stuk persoonlijker worden. Want je ziet allerlei livestreaming apps opkomen. Niet alleen Periscope, maar je ziet ook dat Snapchat op het moment ontzettend sky high gaat. Facebook Live voor de iOS-gebruikers onder ons hebben daar natuurlijk al. Ja, dus je kunt via Facebook, via Snapchat, via Periscope. Ja, er was er nog veel meer hoor. Blab heb je. Okay. Maar dat zijn livestreaming apps. Dus je zet je telefoon aan en je ziet wat er gebeurt. Deze uitzending is door een aantal mensen, wordt ook gelivestreamd, zie ik om me heen. En wat betekent dat voor de adverteerder? Nou, voor de adverteerder nog niet zo direct, maar we hadden het ook over zeg maar de zakelijke gebruiker of de content. Dus de gesprekken worden persoonlijker, omdat je gewoon echt rechtstreeks ook in gesprek kan gaan met je klanten. Ja, precies. Dat betekent dat je in ieder geval, Misha, je helpdesk, je hulpfuncties vanuit je merk met dit soort livestreaming zal moeten gaan organiseren. Dat kan, maar je kan ook hele relevante content ermee maken. Ik weet een voorbeeld. Vorig jaar was een internationale marketing wedstrijd in Berlijn. En daar is een bedrijf, Jyske Bank, een Noorse of Zweedse bank. Ja. Die heeft daar in diverse categorieën gewonnen. Waarom? Omdat zij met enkel het gebruik maken van Snapchat, weet ik veel hoeveel nieuwe medewerkers daar hebben gerekruteerd van ontzettend hoog niveau. En dat zijn gewoon mensen die zijn daar rond gaan lopen in dat bedrijf. En die hebben alle leuke filmpjes gemaakt. Niet geëdit, niet mooi gemaakt, met medewerkers. Het was sarcastisch. Zo echt. En dat werkte in arbeidsmarktcommunicatie. Interruptie, eerste rij. Hi, Gert-Jan Bos van Bisocial Online. Je had net even de vraag over van ik doe aan wielrennen en ik ga op vakantie. Nou weet ik niet of je toevallig ook hard loopt. Niet al te vaak. Nou ja, er zijn heel veel mensen die zowel schaatsen, wielrennen en hardlopen. Schaatsen doe ik ook, ja. En nou is het op Facebook zo dat je
met een advertentie kan je heel makkelijk zeggen, ik wil die hobby's van die mensen targeten. En dan kom ik wel in je tijdlijn. Ja, maar het probleem is dus dat ik schaatsen eigenlijk nooit had aangeklikt, maar ik heb er wel interesse in. Maar dat zit een soort van buiten mijn tunnel. Zo voelt het althans voor mij. Ja, maar een adverteerder kan jou dus makkelijk vinden. Oké, de microfoon mag nog heel even naar achter voor die laatste 10 seconden, Paul, want als de interrupties daar helemaal die kant op, ja, helemaal losgaan, dan kijk ik naar de regisseur hoeveel seconden we nog hebben. Zeg het maar. Lindeman van het faciliteeratelier. Nou, ik vind het hier worden de mooie, goede voorbeelden gezien. Hè? De Cool Blues en dat soort dingen. Nou, en het verhaal uit Zweden net. Maar ik zie in mijn tijdlijn ook vooral de slechtste voorbeelden. Dat toevallig één vriendin van mij, omdat ze een andere vriendin van haar een bepaald type koffie lekker vindt, dat we allemaal die koffie krijgen te zien. En die mensen die niet eens meer naweten. Waardoor je eigenlijk steeds meer de boodschap van dat soort meer domme adverteerders, ja, die je op Facebook schreeuwen, steeds minder vertrouwt. Er moet nog een hoop gebeuren, Erik, om het wel een beetje te verbeteren. Daar ben ik het volledig mee eens. Patrick? Ja. Nou, vergeet één ding. We staan ons blind op algoritmes en content. Maar weet je wat het is? Wat vaak engaged, wat we doorlezen, is van mensen die we gewoon aardig vinden en kennen. Dat we denken, als die het brengt, dan is het goede content, is kwaliteit. Als wij hetzelfde nieuwsbericht bij BNR horen, anders dan NOS of RTL, dan denken we, hey, ja, dat is goed nieuws. Dus het is de afzender is vaak vitaler BNR dan BNR is natuurlijk ook een prima afzender. Dankjewel. Dank aan mijn gasten en de gastheren hier van Social Media Club in Utrecht. Dat was hem alweer, de uitzending zit erop. Seeds to Meet Utrecht waren we. Dit was Gangmakers. Volg ons op Twitter, jongens. Dat gaat over social media. @BNR Gangmakers. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan komen we uit Beuningen. Tot volgende week. Dag. Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.